Hallo, een nieuw filmpje van Aaron Creatief. Met hulp van Gamer Papa. Wat gaan we vandaag doen? Slijm. En wat voor slijm ga jij maken? Waterslijm met extra glitters. Oké. En hoe moeten we dat gaan doen? Gaan maken. Ja, nou, we beginnen met de... lijm. Ja, en dat vertel ik even. We hebben deze lijm bij de Zeeman gekocht, zoals je ziet. En zo meteen komen alle dingen die we gebruiken weer in beeld. Hier is het bakje. Hier is de lijm. Ik draai hem voor je open. En dan kan jij hem erin gieten. Oh, hij is trouwens 79 cent. Mag ik iets zeggen? Tuurlijk, het is jouw video. Moet ik al het allemaal erin stoppen? Zoveel als je wilt. Oké, dus ik mag ook alles erin stoppen. En we gebruiken een lepel om zo meteen alles te roeren. Ga maar lekker knijpen erin. Oh, je zit nu met je hoofd tegen de microfoon aan. Ik hou hem wel een beetje schuin voor je. Dan kan je zien wat er gebeurt. Dus dan kan ik zien hoeveel ik... Ja, moet ik anders even de lijm voor je knijpen? Nee, dat doe ik wel. Ja, lukt het? Ah, lepeltje. Nou... Kan je voor me knijpen? Toch wel. Zo. Dit wordt best wel... veel. Ja. En ik wil ook dat er veel slijm wordt. Ja? Ja. Oké. Probeer wel tegen de microfoon te praten, hè? Want dan kunnen de kijkers je goed... horen. Precies. Nou, dat was de lijm. Wat moeten we dan erin doen? Lijmvloeistof. Ja. En wij gaan eerst deze proberen. En die hebben we bij de Action gekocht. Ik moet heel even iets laten zien aan de kinderen. En de mama's en de papa's. Even kijken. Hier staat namelijk erop. En deze bij de Action heeft dat. Dit moet je zoeken. Of er borax in zit. Dus niet boric acid. Dat is bij sommigen. Maar echt borax. Hier is de dopper af. En je moet niet onwijs veel hiervan doen. Maar een paar druppels. Oké. Een paar druppels. Ja. Nou, nog iets meer dan dat. Je mag knijpen maar een beetje. Ja. Nou, dan gaan we nu... Ik denk wel dat je wel meer dan dit moet gaan doen, hoor, zo meteen. Maar dat is niet erg. Wat je nu gaat doen, is ga je roeren. En terwijl je roert, probeer je in het beeldschermpje van de camera te kijken. Ik hou dit voor je vast, zodat jij lekker rustig kan roeren. En dan gaan we kijken of er al iets gebeurt. Nou, er gebeurt nog niks. Zal ik er nog wat meer lensvloeistof bij doen? Ja, mag ik dat zelf doen? Tuurlijk mag jij dat zelf doen. Dan pak ik even het voor je, want het is een beetje ver weg. Ik draai de dopper af. Zo, nou, doe het erbij. Een goede plens. Ja, nog een keer. Ja, goed zo, dankjewel. En dan ga ik weer de bak vasthouden. Dan kan jij lekker roeren. En gebeurt er al iets... Het wordt al dikker, of niet? Ja. Voel je ook dat het dikker wordt als je roert? Ja, ik voel dat het zwaarder wordt. Nou, dat betekent dat het werkt. Nou, weet je wat we nu gaan doen? Nu gaan we even de camera uitdoen. En dan gaan wij een beetje doorroeren. En de hele tijd wat extra lensvloeistof toevoegen. Net zolang tot het de juiste dikte heeft, oké? Oké. Dus dan mag ik wel mijn hoofd ervoor. Dan mag je wel je hoofd ervoor. Maar dan pak ik gewoon de bak en dan zet ik hem lekker bij jou. Ja. Ik ga er nu verf bij doen, maar het is een beetje gelukt, het roeren. Ja, het ziet er nu zo uit. Het is nog steeds, lijkt het heel dun, maar het is gewoon heel veel. En de verf, die gaat het wat dikker maken. Lukt je om de dop los te maken? Heb je eigenlijk wel je kanaalnaam gezegd? Oké, ik zeg het nu alvast. Aaron Creatief. Ja. Zo, oké. Het is acrylverf. Doe jij erbij? Ik zeg niet superveel, dus niet te veel. Ja, oh, genoeg. Maar er komt superveel uit. Dat is niet erg. Even zo eraf. Nou, we hebben nu meer dan normaal gedaan, maar ga maar weer even roeren, Aaron. Even, ja. Ik hou hem voor je vast, dan kan jij gewoon lekker richten op het roeren. Acrylverf zorgt dat het dikker wordt en ook meteen minder plakkerig. We gaan niet de hele tijd laten zien, want het duurt altijd best wel lang. We hebben er net ook misschien 2-3 minuutjes geroerd. En als we dat de hele tijd in de video laten zien, is dat natuurlijk een beetje te saai.
Dus nu weten jullie wat je moet doen. Acrylverf erbij en dan roeren. Dus ik zet weer even de camera uit totdat we dit goed geroerd hebben. Ik doe een scheerschijn bij. Even de dingetjes aangepast hoor. Ja, we hebben het recept een beetje aangepast. Toen ik vertelde dat hij er ook scheerschuim bij mocht doen, dacht hij van, oh, dat is cool. Lukt het je om het in te drukken? Ja, mag nog iets meer wel. Ja, genoeg. En dan gaan we weer roeren. Ja, ik hou de bak weer vast en dan ga jij roeren. Of moet ik roeren? Want het is wel heel zwaar geworden, hè? Ik. Ga je gang. Ga roeren. Oké, dit is heel zwaar. Oké, doe jij toch maar. Ja? Hier krijg je best wel spierballen van, of niet? Ja. Jullie kunnen zien dat het echt al heel dik is geworden, hè? Zo even onder de camera. Vind je het leuk om slijm te maken? Ja, ik ga weer slijm maken. Ja, ik hoorde het al. Hij, mijn zoontje, Aaron Creatief, wil meer slijmvideo's gaan maken. Zometeen, hè, Aaron? Ik denk dat ik geen slijmbeek ga maken, maar ik gewoon heel bijna altijd slijm ga maken voor jullie. Ja, maar dat zou ik wel zonde vinden, want je stop-motion video's zijn ook heel erg cool. Oh ja! Hé, ik denk dat het nu zover is dat jij het met je handen moet gaan kneden. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Maar er zitten nog geen glitters in. Wil je er eerst je glitters bij doen? Nee. En daarna doe ik wel de glitters erin. Nee, je kan nu de glitters erbij doen. Het is nog steeds een beetje plakkerig. Pak de glitters maar die je erbij wil doen. Dat zijn die drie. Dan begin ik met... Niet alles in één keer. Oh, deze is nog dicht. Dus pak even... laat even een andere kleur zien. Dit potje is nog dicht. Hij heeft een soort paars-blauwe glitters uitgekozen hier. En het is niet de bedoeling natuurlijk dat het hele potje erin gaat. Deze is al open. Ja, gooi maar erin. Die je wil hebben. Een beetje toch? Een beetje. Niet alles inderdaad. Zo, dat is potje 1. Geef maar, doe ik hem voor je dicht. Hoef jij dat niet te doen. Ik ben de assistent vandaag. Ik ben niet degene die het slijm maakt. Assistent gamer papa. En zo, potjes open. Vraag altijd toestemming hè, voordat je met glitters aan de slag gaat. Want glitters maken een enorme rommel. Dat mag wel iets meer hoor. Zo, en ik moet weer voor je roeren. Is het ook nog steeds heel zwaar? Ja, het wordt alleen maar zwaarder. Nou, ik zie die glitters er nog niet echt in hoor. Bij de camera. Nee, de camera is ook een heel klein schermpje. Even kijken, misschien moeten we er wat meer verf bij doen. Denk je dat? Dan zie je die glitters niet meer zo goed. Oh. Als ik zelf kijk, zie ik die glitters wel best goed. Maar niet bij de camera. Het is nog heel erg plakkerig. Nee, zal ik het meenemen met het lepeltje voor die camera om het te zien, die glittertjes? Je wilt hem zo doen? Ja. Zie je? Ze zitten erin, hè? Ja, die blauwe dingetjes. Even kijken. Nou, we doen er nog een klein beetje verf bij. Zo, doe maar. We doen wel een beetje of niet? Oh, we moeten wel boven bij de camera houden. Zo, ja. Zo. En dan doen we hem weer dicht. Oh, wacht. Ik moet het even schoonmaken. Er zit nu wel heel veel verf los. Het potje kan dicht. En dan gaan we weer roeren. We komen zo meteen weer terug. Het is nog iets te plakkerig. Dus we gaan het recept weer veranderen door baking soda bij te doen. En niet te veel. Gewoon één zo'n schepje is denk ik genoeg. Zo, en dan gaan we weer roeren. Ga maar weer roeren. Meng het maar. Het is namelijk nu, normaal gebruiken we niet zoveel lijm, dus dit is best wel... Zwaar. Ja. En daarom help ik hem ook een beetje. Het lijkt me echt weer echt heel putty, want het plakt niet echt meer. Dat is toch goed? Mag ik erin gaan spelen? Ja, kijk maar wat gebeurt als je nu vastpakt. Dan pak ik even de lepel van je over. Oh, die voelt echt met slijm. Ja? Hey. Nou, haal het er maar uit.
En goed knijpen. Zo, even. Nee, ik haal even het bakje weg. Zo, ja. Nou, ga maar knijpen onder de camera. Zo. Leun maar een beetje naar voren. En laat ze maar zien hoe jouw slijm is gelukt en hoe het eruit ziet. En hoe het plakt. Mijn vinger zit er niet vast. Hey, onder de camera, onder de camera, onder de camera. Mijn vinger zit er niet vast. Ja, moet ik je zo meteen even helpen het los te krijgen? Ja, ik zit hier vast. Maar dit is het slijm geworden. Oké, okay. Nu moeten we dus even een reddingsactie van het slijm gaan maken. Hij is helemaal zo handig. Zo, aan deze kant. Kom maar even. Zoals je ziet, het ei, het is slijmerig, of het is plakkerig, maar we krijgen het wel goed ervan af, hè? Nee. Niet echt? Spiderwebs. Spidervleugels. Spiderwebs. Zo. Maar je kan er wel goed mee spelen. Ja. Nou, ik ga. Moet ik hem even voor je kneden dan? Oké, maar hoe krijg je het weer van jouw hand af? Nou, let op. Mag ik even mijn hand terug? Want je zit nu in. Ja. Kijk, als ik dit doe. Als ik er zo mee kneed. Dan kan ik hem door het snel te doen. Van mijn handen afkrijgen. Zie je dat? En door het te blijven. En als ik zo rol, dan laat het ook van mijn handen los. Dus het is plakkerig, maar eigenlijk is het niet te plakkerig. Je moet alleen een beetje ermee leren. We gaan het toch niet te nog plakkeriger maken. Maar ik had dus niet te veel lijm erbij moeten doen, want het is dan zo plakkerig. Maar nou, anders wordt het zo klein. Het is nu, kijk, nu is hij niet meer plakkerig. Je moet hem alleen niet te lang vasthouden, maar je kan er nu heel leuk mee spelen. Kijk, okay, pak maar. Je moet alleen niet knijpen, maar gewoon eerst even zo trekken. En dan, dat heet het inmasseren. En moet je onder de camera houden. Ja. Oké, mijn handen zitten er weer in vast. Ja, maar dan moet je het weer los trekken. Onder de camera, onder de camera, onder de camera. Aaron maakt meestal stop-motion video's. Dus dan hoeft hij zijn handen helemaal niet onder de camera te houden. Dus dat is soms nog een beetje wennen voor hem. En dan is het juist belangrijk dat je je handen niet voor de camera houdt, hè? Ja. Dan is het niet mooi. Auw. Zo. En nog een plukje. Hé, hey, papa! Zie je, hij krijgt het wel weer van zijn handen af. Het is plakkerig, slijmy. Onder de camera, onder de camera. Laat de mensen zien wat je allemaal aan het doen bent. Is het gelukt? Een beetje. Dan zie je dat je handen weer helemaal schoon zijn. Maar niet helemaal. Ja. Hij is wel best schoon. Maar als ik slijm uit de winkel heb, dan blijft het ook een beetje aan mijn handen plakken, hoor. Ik had vandaag unicorn slijm, of nee, Cars slijm en Nemo slijm. En dat bleef ook aan mijn handen plakken. Het gaat er snel. Oké, niet echt snel, maar het gaat er wel makkelijk van. Ja, zie je? Oh. En dit hier kan je er ook weer zo vanaf aan. Nou, is de video af of wil je nog meer dingen vertellen? Nog meer dingen vertellen. Wat wil je allemaal vertellen? Of wat wil je laten zien eigenlijk? We gaan een beetje, niet zo lang, maar we gaan er met die slijm kijken wat je allemaal mee kan doen. Maar niet zo lang, tot het anders te lang duurt. En het duurt al heel lang. Het is al best een lange video geworden, hè? Oké, maar we kunnen nog steeds wel een beetje langer maken. Ja hoor. Hey, mag ik iets proberen? Dat heb ik ook in mijn video gedaan. Oh, daar. Oh, mag ik het spuiten? Ik heb er nog nooit mee gespoten. Oké, oh, even kijken. Pak ik het? Ik doe dit om een spuitbus met lucht. Oh, dat gaat niet goed. Dan gaat hij dan zo. Wordt hij dan heel dik? Dat weten we niet. Nou, druk maar. Hé, laat een scheetje. Nog een keer. Ja, bellen blazen. Oké, dat was het. Haal de spuitbus maar weer weg. Nee.
Dat was een spuitbus met perslucht. Die heb ik om mijn computer schoon te maken. En die gebruik ik soms om bellen mee te blazen in slijm. Oh, mag ik nog eens een keer? Wil je nog een keer? Zo. Oh. Dat doet hij niet, hè? Het is een beetje een scheepmachine geworden. Oké, til hem even op. Til hem wel even op. Nou, hij doet het een beetje moeilijk, maar het werkt. Maar hij plakt wel aan je mond als je het bij je mond houdt, dus je kan er niet gewoon op bellen. Nee, dan moet je een rietje gebruiken als je dat wil doen. Hey, de video is nu denk ik lang genoeg geworden, Aaron. Dus... Ik ga het aan mama laten zien dan. Ja, maar dan gaan we nu eerst even tegen iedereen zeggen... Bye bye. Dankjewel voor het kijken, zeg je dan. En hey, subscribe. Doei. En duimpje omhoog.